En opdat ik mij. Nou, even in de context. In 2 Kundin hoofdstuk 12 begint Paulus. Heeft hij het over een man die opgenomen is in het paradijs. En die daar dingen gehoord heeft die hij niet mocht spreken? Als je het bestudeert, kom je erachter. Paulus praat over zichzelf. Want hij zegt: Over zo iemand zal ik opscheppen. En Paulus is zijn bediening aan het verdedigen. Paulus had openbaringen gehad in de hemel. Maar Paulus' grootste openbaring. Was Jood en heide is samen één nieuwe schepping geworden. Dat was Paulus' grote openbaring. En daar werd hij gigantisch door vervolgd. Amen. Daardoor werd hij tegengewerkt, gestenigd, et cetera. Dat was meestal door de Joden. Nou, vers 7. En opdat ik mij door het alles overtreffende karakter van de openbaring niet zou verheffen... ...is mij een doren in het vlees gegeven. Een engel van de Satan. Ten eerste, die doren was niet van God. Amen. Een engel van de Satan. Om mij met vuisten te slaan. Nou, dit is interessant, omdat... In 2 Korinthe 11, vers 14, een engel, dat woord engel is in het Grieks het woord boodschapper. Een boodschapper van de Satan, van de tegenstander, om mij met vuisten te slaan. Nou, een hoofdstuk eerder, in 2 Korinthe 11, vers 4. Even kijken, of is dat 1? Ik denk dat het 1 Korinthe. Uh, of 2 Korinthe 11, vers 14. Ik schrijf soms in tongentaal bij, want dan moet ik zelf. heb ik weer even. moet ik de interpretatie ontvangen hoor. Nou, dan zegt Paulus ook. Satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. En het gaat over valse apostelen die een vals evangelie prediken. Nou, dan zegt hij. om mij met vuisten te slaan. Nou, wat interessant is. in 1 Corinthe, hoofdstuk 4. zegt Paulus dat dit letterlijk gebeurt: dat hij. Mensen heeft die hem letterlijk slaan. Dat is belangrijk. 1 Korinthe 11, vers 4. Klopt dat wat ik zeg? Of is het 2 korinthe 11, vers 4? Even kijken. Nee, het is 1 Korinthe 11. Of 1 Korinthe 4, vers 11. Even zoeken hoor. Ja! 1 Corinthië 4, vers 11. Op dit moment lijden wij honger en dorst, zijn wij naakt en worden wij met vuisten geslagen. Zie je dat? Gebruikt hij datzelfde woord? Voor de tegenstand en vervolging. Opdat ik mij niet zou verheffen. Let op. Hierover heb ik de Heeren driemaal gesmeekt dat hij bij mij weg zou gaan. Maar hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Nou, wat zeggen heel veel mensen? Ja, die doren in het vlees, dat is een, was een ziekte. Dat Paulus zijn zwakheid, maar Gods kracht werd in zwakheid volbracht. Maar Paulus noemt letterlijk op wat die zwakheid is. Let op, vers 10. Ze zijn gewoon te vroeg gestopt met lezen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden. In smadelijke behandelingen, in noden, vervolgingen, benauwdheden om Christus' wil. Want wanneer ik zwak ben, ben ik machtig. Paulus zijn doren in het vlees was vervolging. Ze vervolgden hem, ze werkten hem tegen, ze martelden hem, ze stenigden hem, ze sloegen hem. Het waren boodschappers van de duivel. Sommigen deden zich voor als een engel van het licht. Die zelfs deden alsof wat zij predikte het evangelie was. Maar Paulus zegt het is een vals evangelie. En ze werkten hem overal tegen. Die term doren... Is een hele bekende term voor een Jood. Want in het Oude Testament werden de volken om Israël heen die hun tegenwerkten, doorens genoemd. Dus Paulus gebruikt helemaal geen nieuwe term. En sommigen zeggen, ja, maar de Heer, de Heer hoorde zijn gebed niet. Jawel, God heeft hem nog geantwoord ook. Ik heb drie keer gevraagd of die weg zou gaan, maar God zei, mijn genade is genoeg. Waarom? Omdat het had niet te maken met ziekte, dit moet je dragen. Het enige waar christenen onder horen te lijden is vervolging. En God geeft je genade, kracht, om met die vervolging om te gaan. En Gods kracht wordt in zwakheid volbracht. Hoe meer ze je vervolgen, hoe meer de boodschap uitbreidt. Dat is wat God zegt. Ik heb een behagen en zwakheden. En dan zomt hij niet op. Hoofdpijn, keelpijn, kniepijn, oorpijn. Nee, vervolgingen. Paulus had te maken met vervolging. Dat was zijn doren in het vlees. Dat was waar hij constant mee te maken had. Dus heel veel mensen zeggen, we weten niet wat het is. We weten wel wat het is. Het hoofdstuk daarvoor noemt hij alles op waar hij doorheen gaat. Schipbreuk, alles noemt hij op. Maar niet ziekte. Dus Paulus en Doren in het vlees was geen ziekte. Dus die hebben we ook weer afgestreept.